Iedere week testen wij een eredivisieclub op hun voetbaltechnische capaciteiten. En deze week is het de tijd voor FC Twente. Tijd voor voetbalmeister. Alweer de tweede speelronde van deze prestigieuze competitie. Hoewel er dit seizoen maar weinig te lachen valt bij de Tukkers, hopen deze twee gladiatoren hun seizoen weer een gouden randje mee te geven met de voetbalmeistercompetitie. De stoere mannen uit Twente. Hi, Stijn. Hey, goeiedag, Stijn. We spelen vandaag met een rugbybal. Daar draait het namelijk allemaal om bij de voetbalmeistercompetitie. Vorige week NEC. Die hebben een mooie score van 16 punten gepakt. Jullie zijn met z'n tweeën. Gaan we over die 16 heen? Wij gaan over de 16 heen. Gaan we keihard over die 16 heen? Keihard over die 16 heen. Ben ik heel erg benieuwd. Stefan Tesker, Duitse gangmaker en speelt samen met Hidde in de verdediging. Eerste ronde, de befaamde pingels. Omdat de heren met z'n tweeën zijn, neemt elke speler 3 strafschoppen. En per doelpunt 1 punt. Oh, zo! Daar zijn de heertjes blij mee. 1. Hidde ter Avest, geboren en getogen tukker, die rechts achterin zijn mannetje staat. Hij doorliep de hele jeugdopleiding van FC Twente en hij is nog maar 18 jaar. Maar nu al niet meer weg te denken uit de Twentse defensie. Oh! Tesker opende de score en ter Avest, ja hoor, die zit er ook in. Ja. Oh, hij spat uit 1 op het aluminium. Heel goed. Duidelijk minder risico bij de Nederlander hier. Oh. Ja hoor, Tesker gaat echt voor de schoonheidsprijs. Strak in de kruising. Oei, wat een loei. Maar wel ruim over. En door naar de volgende ronde. De tweede ronde gaan jullie dribbelen om de pionnen heen. En dan is het vanaf de 16... strak in de kruis. In totaal 3 keer slalommen per club. Dus 1 van de beide heren moet 2 keer. Dat vechten de mannen heel vakkundig uit. Ook PVC. Misschien wel het moeilijkste onderdeel van de voetbalmeistercompetitie. Hé, maar serieus met die ding dribbelen is al. Slalommen en vanaf de 16 meter afronden op het doel. Kom. Kom maar. Hop. Kijk. Hop. Ja. Hop. Hop. Gaat er makkelijk tussendoor en dan... geweldig gekiept, zeg. Heeft de bondscoach dit gezien? Nee, die is niet blind. Is niet makkelijk. En dan, ter Avest. Oh! Begint ook weer soepeltjes. Maar dan het schot. Oh! En weer die keeper. Man, wat een klasbak. Stefan, nog 1 keer dan. Hij moet er toch een keer in. Alter. Het wordt wel erg treurig zo. 4 puntjes slechts uit de eerste 2 ronden. Kunnen ze het laatste onderdeel, de huidige koploper NEC, alsnog verslaan? Nu moeten 2 verdedigers met hooghouden de eer van de club redden. Gaat het dan allemaal fout dit seizoen? Maar wacht eens even. Dit gaat eigenlijk heel erg lekker. Dit gaat fantastisch. Boven de 20. Ah man, draag me weg boven de 30. 34. 36. 37. 39. 40. In totaal 44 punten. Dit is ongekend. We hebben hier een record neergezet. En niet zomaar eentje. Nee, dit is. Dit maakt het hele seizoen van Twente gewoon in 1 keer goed. Ja, kunnen we heel trots op zijn. Heel trots. We zijn trots. Oh, lekker man. Met 44 punten gaan ze NEC dik en dik voorbij. En oei, wat een genadeklap voor de concurrentie. En het bleef nog lang onrustig in Twente. Zo had ik niet verwacht, man.